In deze clip wil ik het verschil laten zien tussen de kwaliteit van een RAW-bestand op een Canon EOS-camera of een compressed RAW, een C-RAW-bestand op diezelfde EOS-camera. We kijken hier naar een beeld, een NDX Mark III die ik toevallig bij de hand had voor een review, maar die dus ook C-RAW ondersteunt ten opzichte van RAW. Die C-RAW-bestanden zijn 40% kleiner, dus wanneer je dit bestand ziet, is normaal gesproken 25 MB en C-RAW. Is hij 15 mb, is 10 mb kleiner. Dus dat kan voordelen hebben, misschien niet zozeer voor opslag, want opslagruimte hebben we wel genoeg. Maar voor datatransport in de camera, van de camera naar de computer, naar de cloud, is, is c raw dan wel aan te bevelen, want je hebt gewoon 40% minder data. Maar goed, uh, dit beeld wat we genomen hebben, hoe ziet dat er orig origineel uit deze foto? Uh, dat ziet er in, normaal gesproken zo uit. Ik heb hem genomen. Met die 1DX Mark 3 met een polarisatiefilter. Ik heb belicht dat de lucht nog enigszins goed is. Dat, dat er in de schaduw nog iets te zien is. Maar het ja, hoge contrast is toch wel een probleem in deze foto. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb de hooglichten teruggetrokken naar min 100. De schaduw geopend naar plus 100. Um, ik heb hem iets levendiger gemaakt. En omdat de voorgrond wat donker bleef, heb ik ook nog een uh, gradient getrokken. Zodanig dat de onderkant wat helderder wordt. Dit is ongeveer wat mijn ogen zagen. Goed, dus, dus dit is het beeld wat ik gemaakt heb. Zowel in rol als in c En we gaan die twee maar eens naast elkaar zetten. Laat ik eerst zo maar eens kijken hoe ze naast elkaar uitzien. wanneer je op beeldvullend kijkt. Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn uh, in een fotoboek. of op Facebook of op Instagram. Veel groter wordt het dan niet dan dit. Nou, ja, je mag er van mij uren naar kijken. maar je zult hier geen verschil tussen zien. Ik zal vertellen: links is de c rol Dus uh, bestand 2300. En 2301 ja, is het rolbestand. Dus dat moet je direct even in gedachten houden ja, dat je er amper verschil tussen ziet. Maar goed, wat, wat doen we graag? We kijken graag op 100%, dus dat zullen we maar dan ook eens doen. He, we klikken op een van die foto's en uh, dan gaan we maar eens even kijken in de lucht bijvoorbeeld. Ja, welke stukjes eventueel overbelicht zijn. En niet, nou, ze zijn niet overbelicht, maar wat niet teruggevonden is, die, die informatie. Nou, je ziet in die lucht zie je amper verschil. Het zou kunnen zijn dat je dat je stroken ziet in het blauw. Hè, want, want compressie is vaak dat, dat uh, clusters van kleuren als één kleur worden gezien. Dus dan, dan raak je nuances kwijt. Nou, dat zie je ook niet. Je ziet ook geen rare. Uh, compressieverschijnselen rondom harde overgangen dat is bij beide eigenlijk ja, niet zichtbaar het is niet zichtbaar kijk in de schaduw want die heb ik dus flink opengetrokken ja ja dan 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 zie je daar eigenlijk hè, net dat is in die boom rechts eigenlijk helemaal niks niks raars in nou, we kunnen voor de voor de gekheid nog eens kijken bij 3 staat tot een dan zoom je nog verder in ja er, er is geen mens die dit ooit gaat gaat zien maar goed meneer echt een pixel bent, Zou je nog eens kunnen denken, nou, ik loop hier eens doorheen. Nou ja, in die, in die, dit was eigenlijk heel donker. Daar zie je er ook geen artefacten in. Hier rond die lantaarnpaal, wat een hoog contrast is, zie ik ook geen gekke dingen. En we kijken nog eens naar de lucht, naar de, naar de wolken. Tja, nou, goed, je, je kunt, je kunt er uren naar kijken, maar ik denk dat het, het uiteindelijk gaat het bij een foto niet zozeer hoeveel, hoe de pixels uh, erop staan, maar wat het voor, uh, ja, wat voor beeld dat is, wat het karakter van het beeld, de kleuren, dat soort dingen. Nou, daar zie je dus. Echt voor dit soort, nou toch al redelijk drastische aanpassingen in Lightroom zie je geen verschil. Daar kan ik gewoon hard zeggen: geen verschil. Goed, dus wat mij betreft, c -Raw prima. Uh, waarom nog ROL? Nou, waarom nog ROL? We gaan even naar een ander voorbeeld. En dat is dit. En zo zeggen: Ja, Pieter, wat zien we hier? Nou, we gaan even terug naar de ontwikkelmodule. Uh, dit is een plaatje wat er oorspronkelijk zo uitziet. Oh, wat denk je dan? Dat, wat is dat? Nou, het is een opstelling waarbij ik uh, een achtergrondje heb, dat ruitjespapier. Ik heb twee staan, links en rechts, en die heb ik gescheiden door een plaatje. En aan de linkerkant staat een lichtje, een lampje. Dat betekent, de rest van het studio is donker. Dat betekent dat de rechterkant dus donker is. Nou, hoe heb ik dat opgelost? Ik heb een, of opgelost, wat heb ik gedaan? Ik heb een gegradueerd filter gepakt. Dat staat hier in het midden. Ik zal het even uitzetten. En daarvan heb ik de belichting 4 stops verhoogd en de schaduw 100% opengetrokken. Dus dat is alles wat ik aan de donkere kant kan doen om iets helderder te maken. En dan ontstaat er dus dit beeld. Dus heb ik dat gegradueerd filter niet, dan ziet het er zo uit. En heb ik het wel, dan ziet het er zo uit. En uh, ja, wanneer we daar nou maar eens op klikken en kijken, oh, dit is weer naar die 300%, dat gaan we niet doen, we kijken nog eerst even 1 op 1. Ja, dan, dan zie je korreltjes. Dat, dat klopt, want ja, er is natuurlijk. Eigenlijk is dit genomen bij een hele hoge ISO. Ja, want ik geloof dat het links en rechts scheelt ongeveer een stopje of acht. Ja, dus ja, het, het, het is geen mooi beeld, maar je kunt alles nog netjes lezen en het zijn korreltjes. Dan gaan we eens eens naast elkaar bekijken en dan gaat je iets opvallen. Nee, ik nu aan je vraag wat is het CRO bestand Dan zal iedereen meteen zeggen het rechterbestand rechterbeeld en waarom? Nou hier zie je dus die kooltjes aan de linkerkant, maar kijk je nu naar de rechterkant, ja daar ga je dus die, die blokvorming zien van die compressie, hè, waarbij dus st stukjes worden samengevoegd, ja tot een ge tot tot een kleur en ja dan ga je dus duidelijk wel uh, kwaliteit verliezen, hoewel het rechterbeeld altijd nog wel bruikbaar is, maar je ziet bijvoorbeeld de leesbaarheid van help dan beschermen tegen Tante rozen en gaatjes, dat is gewoon slechter leesbaar. De kleuren worden minder mooi. Ja, dus het is, het is wel duidelijk dat C-RO, die, die 40% reductie, gaat wel ten koste van kwaliteit. Maar alleen maar in hele extreme gevallen. Maar goed, er zijn extreme gevallen. Dan heb je rood nodig. Kies dan gewoon rol. Maar voor de alledaagse, als je een voetbalwedstrijd doet ja, en je belicht gewoon goed, kies C-ro, ja, dan, dan kom je met 40% minder data thuis. Uh, het gaat allemaal veel sneller, bijna twee keer zo snel. En uh, dat is zeker een, een, een poging waard. Om het is, probeer het eens zelf. Hè. Ga zelf eens een foto maken, hetzelfde onderwerp, C-ro, rol, En ga er dan eens extreem in zitten spelen. En kijk waar voor jou het probleem zit. Maar ik denk dat het in 90% van de gevallen. Prima is om in C-RO te werken in plaats van RO. Ja, zeg je nou: ik wil per definitie altijd de hoogste kwaliteit, dan is RO de enige mogelijkheid. Maar goed, heb je hier en daar wat snelheid nodig of minder opslag, dan is C-RO een goed alternatief. Tot zover.